Mijn eerste gedachte was toen ik dat rode geval daar zag van, oh ja, dat kan niet anders. Dat moet een lippen zijn. Het lijkt eerder op een lip. Ja, mond. Mond. Ja, nee, laat maar. Nee, dat mag je niet zeggen. In het lommerrijke Vlaamse villadorp Diepenbeek woont de excentrieke ondernemer Jan Kriekels samen met zijn 18-jarige zoon Kelvin. Jan vergaarde zijn vermogen met het ontwerpen van energiezuinige radiatoren. In het park achter zijn huis wilde Jan graag een zwembad. Toen ben ik gaan kijken naar zwembaden en dat waren allemaal vierkantige dozen van beton. Daar heb ik gedacht, dat moet iets zacht zijn en dat moet iets zijn wat bestaat in de natuur. Wat kun je nog meer indenken dat zacht is en bestaat in de natuur als een wagen? Hè? Net over de grens, in een gezellige volksbuurt in Breda, leeft de familie Heuvels. In het sociale huurhuis wonen vader Pascal, moeder Cindy, zoon Jaden en dochter Divinity. Cindy gaat op haar 16e samenwonen en blijft uiteindelijk alleen achter met hoge schulden. Pascal moet na zijn scheiding zijn huis gedwongen verkopen en houdt daar een restschuld van 60.000 euro aan over. Home sweet home. Kom maar hier. Oh jezus. Zo groot ook. Waar is hier de ingang dan? Ik heb geen idee. Nou, dan wil ik wel een rondje in rijden. Ja, nou, nog wel meer eens één rondje. Op het moment dat je binnenkomt, de houtwerking, de kleuren, versieringen. Dus ja, het is echt een warm huis. Echt mega gewoon. Is die lip groot genoeg? Ja. Je ziet al meteen Rolling Stones lippen, tongetjes tevoorschijn komen. Dus mijn eerste gedachte was toen ik dat rode geval daar zag van, oh ja, dat kan niet anders. Dat moet een lippen zijn. Het lijkt eerder op een lip. Ja, mond. Mond. Ja, nee, laat maar. Nee, dat mag je niet zeggen. En dan zijn ze de joert nog niet eens in geweest. Muziek. Sowieso iemand. Nee joh, zijn boksen. En weer een paal. En weer een paal. Lieve familie, welkom in ons knusse huisje. En in onze buurt. Hopelijk hebben jullie hier een hele fijne tijd. Ik, Cindy, ben vrijwilliger. Daaraan willen vragen te willen flyeren in het centrum. Flyeren, kan dat? Wat te doen? Flyeren. Vliegen? Ik zou niet weten wat er echt mee bedoeld wordt, flyeren. Hebben ze hier misschien een vlieger of zo die flyer de lucht in moet? En als het kwartje valt wat flyeren is, dan zullen we overwegen of we dat doen. Ik moet eerst weten waarvoor dat ik flyer eigenlijk. Beste gasten, eerst en vooral van harte welkom in this part of our life. 77, 78. 79, 80. 80 euro. Ja? Als je het überhaupt kunt vasthouden. 50, 1250, 1300, 1350, 1400, 1650, 1700. Dat is wel heel veel geld. Divinity. Waar is ze nou? Hier. Oh, dag. En deze grote doos. Weet je het zeker? Ja. Weet je zeker? Ja! 100% zeker? Ja! Oké, inlaaien die handel. Denk jij dat jouw broertje dit leuk vindt? Zullen we die pakken voor Jaden? Die pakken voor Jaden? Ja. Oké. 231,89 euro. We schrokken wel van het bedrag, maar je weet ook dat bepaald speelgoed is gewoon heel duur. Heel prijzig. En ja. Nou kunnen we ja zeggen, nou moeten we het ook gewoon doen. Ja. Klaar. Ondertussen in Breda zitten Jan en Kelvin niet stil. De kriekelspirit is langzaam aan het indalen in de tuin. Jan wil een positieve vibe achterlaten en dat betekent schoonmaken en exit plastic. Voilà, dat is een beetje zuiver. Alles opgeruimd. Het zwembad volledig opgekuist. Ik voel de vibratie al komen van de energie. Pascal en Cindy kunnen eindelijk een keer samen op pad. Kijk dan, de loper is al uit. Ja. Sorry, Tella, die man zo à la rucola, pomodori en parmigiano. Niet normaal, die prijs, joh. 34 euro. Voilà, dat is onze specialiteit, linguine met wijnmuskaten. Signori, buon appetito. Dank u wel. Wauw. De Kriekels hebben besloten het overgebleven huishoudbudget te besteden aan de tuin. En aangezien ze alleen een pak koffie en een paar liter benzine hebben gekocht, kunnen ze nog een behoorlijk bedrag stuk slaan. Kelvin. Ja? 32 euro voor een boom.
Dat gaat al, hè. Ik wil wel een bom planten. Lekker proosten. Met een prachtig uitzicht. Heerlijk. Wat een ervaring. Wat een ervaring. In Breda heeft Jan de hulp ingeroepen van zijn nieuwe liefde Barbara. Kom, Kel, we moeten hem samenzetten. Dit is het symbool van kracht en natuur dichtgooien. En zorg. Wow. Kijk die tuin, joh. Wauw. Wauw. Gewoon een boom geplant. Een boom. Super. Hier zijn we echt super blij mee. We willen jullie hartelijk bedanken voor het openstellen van jullie huis en privéleven voor ons. Maar geld maakt niet gelukkig. Rijkdom is toch wel de kinderen, familie, vrienden. Gelukkig staan jullie ook zo in het leven. Misschien is dat het antwoord op Zederijkstraat daarom dat het eigenlijk allemaal over liefde gaat. What you give is what you get.